Now let's look at children for a moment. Nou, als we kijken naar de kinderen. Children must be convinced of their parents' God-given roles. Het is belangrijk dat kinderen ervan overtuigd zijn wat de taak van hun ouders is en die zij ook van God hebben gekregen. In the Ten Commandments, the commandment with regard to parenting is the first law governing man's relationship to man. In de tien geboden is dat wat er geschreven wordt over ouderschap en kinderen naar ouders toe, is het allereerste gebod dat gaat over relaties tussen mensen onderling. Whenever God begins to give rules with regard to society, he begins with the family. Zodra de Heere God begint om leefregels te geven ten aanzien van de samenleving, begint hij bij het gezin. And the reason why our society is almost destroyed is because our families are destroyed. En de reden dat onze samenleving soms naar de knoppen gaat, is omdat het in zoveel gezinnen fout gaat. Now let's just look for a moment at Ephesians chapter 6 verses 1 and 3. Laten we heel snel kijken, of laten we samen kijken naar Ephesians hoofdstuk 6 vers 1 en 3. It says, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, so that it may be well with you and that you may live long on the earth. Now understand that God has given you parents in order to protect you. Nou, je moet goed begrijpen dat de Heere God jouw ouders heeft gegeven met de bedoeling om jou te beschermen. But also to test you. Maar ook om je te beproeven. To see how you will obey him. Om te zien of je hem wilt gehoorzamen. Because your parents are God's authority. Omdat je ouders Gods gezag over jou zijn. To rebel against them is to rebel against God. En om tegen je ouders te rebelleren is rebelleren tegen de Heere God. Now whenever I teach this, I always get a young person who asks me this question. En altijd als ik hier onderwijs over geef, komt er wel een jong iemand naar mij toe met de volgende vraag. Well, if my parents command me to make a nuclear bomb and blow up the world, am I supposed to do it? Nou, als mijn ouders mij dan gebieden om een kernbom te ontwikkelen en daar de wereld mee te vernietigen, moet ik dat dan doen? And I always say, when was the last time your parents asked you to do something like that? Dan zeg ik meestal tegen deze jongen, wanneer is de laatste keer geweest dat je ouders je dat van je hebben gevraagd? By and large, your parents are not asking you to do immoral or illegal things. Nou, over het algemeen vragen je ouders jou niet dingen te doen die immoreel of onwettig, illegaal zijn. And if they do, you must respectfully disobey. En als ze dat wel van je vragen, dan moet je met respect hen ongehoorzaam zijn. Because you must also obey the laws of your country with good conscience and the laws of your God. Want je moet je ook houden aan de geboden van het land waarin je leeft met een rein geweten en je moet je ook houden aan Gods geboden. But God is teaching you that it'll go well with you if you obey your parents even when you think they're wrong. Maar Gods woord leert je dat het wel met jou zal gaan, dat het goed met je zal gaan als je je ouders gehoorzaam bent, ook al heb je de indruk dat ze ernaast zitten. Now he says, obey your parents. This means to listen to them, to obey them quickly. En je ouders gehoorzamen, dat betekent dat je naar hen luistert om ook snel hen gehoorzaam te zijn. Let me give you an example of a missionary in Africa. Ik wil het volgende vertellen over een zendeling naar Afrika. He walks out of the house one day and he sees his little boy playing under a tree. Hij loopt op een gegeven moment zijn woning uit en hij ziet zijn kleine jongen spelen onder een boom. The boy is standing up, kind of looking around under the tree. En de jongen die staat op en die kijkt een beetje om zich heen onder die boom. When his dad sees him, op het moment dat zijn vader hem ziet, he says, fall! Zegt die vader tegen die jongen, ga liggen. And the boy fell. En de jongen gaat liggen. He said, crawl to me. En hij zei tegen zijn zoon, kruip naar me toe. And the boy started crawling. En de jongen begint naar hem toe te kruipen. He said, get up on your feet and run. Hij zegt, ga nu weer staan en ren naar me toe. So he got up on his feet and took off running. Dus hij gaat weer staan en rent naar hem toe. You say that father is a little crazy. Dan zeg je misschien, nou, die vader is een beetje gek. No. Nee.
There was a poisonous viper that had come down the tree that was right behind the boy's head. Er was een giftige slang die uit die boom langzaam naar beneden kwam en die heel dicht bij het hoofd van die jongen kwam. Now if that boy would have been you, he would be dead. Nou, als jij deze jongen zou zijn geweest, dan zou je dood zijn geweest. Because the moment his dad said fall, your dad said fall. Want op het moment dat je vader tegen je zou zeggen, ga nu liggen. You would have said why? Zou je hebben gezegd waarom? Or, I don't want to. Of, daar heb ik geen zin in. Or, can you give me 10 reasons why I ought to fall? Of, kan je mij 10 redenen geven waarom ik nu moet gaan liggen? Like I always say, my wife is from Latin America. Mijn vrouw komt uit Latijns-Amerika. And when my little boy starts doing things like, can you give me reasons? En als mijn zoontje begint op deze wijze van, nou, kan je me daar redenen voor geven? My wife's head starts moving like this. Dan begint het hoofd van mijn vrouw op deze wijze heen en weer te bewegen. And that's a warning sign for everybody to leave the house. En dat is een waarschuwingsteken dat iedereen het huis snel moet verlaten. I look at my son and I'm saying, I'm sorry, you're on your own. En dan zeg ik tegen mijn zoon, het spijt me, nu moet je het zelf oplossen. She says, you want a reason? En dan zegt ze, wil je echt een reden weten? I'll give you a reason. Ik zal je een reden laten zien. I'm your mother and that's all the reason you need. Ik ben je moeder en dat is de enige reden die je nodig hebt. You see, to learn obedience can save our lives. Weet je, gehoorzaamheid kan je leven redden. To learn to follow orders. Te leren om geboden uit te voeren. Is a good thing. En bevelen op te volgen is iets goeds. Now you're to obey your parents in the Lord. That means to honor him you obey your parents. Nou, er staat ook je ouders gehoorzaam zijn in de Heer. En dat betekent dus gehoorzaam zijn om hem ook te eren. Now when my son disobeys me. Nou, wanneer mijn zoon mij ongehoorzaam is. And I have to discipline him. En ik moet hem daarvoor straffen. I always explain to him. Dan geef ik hem ook uitleg. Son, I am a man under God's authority. En dan zeg ik tegen hem, mijn lieve jongen, ik ben een man die onder het gezag van God staat. And what I told you to do is based on this verse in the Bible. En wat ik jou gezegd heb te doen is gebaseerd op wat hier in de Bijbel staat. Son, you have not so much disobeyed me as you've disobeyed God's word. Jongen, lieve jongen, je hebt niet zozeer mij ongehoorzaam geweest als dat je God bent ongehoorzaam geweest. I tell him, I have no authority in myself. Ik zeg tegen mijn zoon, ik heb uit mijzelf eigenlijk helemaal geen gezag. These aren't my ideas. En dit zijn ook niet mijn eigen ideeën. This is God's law. Maar dit is Gods wet. See, although I was giving you a funny illustration, I want you to listen to something very important. Ik heb natuurlijk een beetje lachwekkend voorbeeld gegeven, maar ik wil wel dat je naar dit hele belangrijke luistert. If you're governing your children in your own authority, they're going to become bitter against you. Als jij leiding geeft aan je kinderen vanuit je eigen gezag, dan zullen ze bitter worden naar jou toe. And they're going to say, well, you're just a fallible person too. Why should I follow you, Dad? En dan zullen ze een houding ontwikkelen en tegen je zeggen, nou, jij bent toch ook maar een mens die faalt en die fouten maakt. Waarom zou ik naar jou moeten luisteren? But if you're communicating God's word to your child, then there's a higher authority than both of you. Maar als je als vader en als ouders Gods woord naar hen toe communiceert, dan staat er natuurlijk een veel hoger gezag boven. Says, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Er staat, kinderen, wees uw ouders gehoorzaam in de Heer, want dat is recht. I just love it when God exercises his authority and his right as God. Ik vind het heerlijk als de Heere God zijn gezag uitoefent en gebruik maakt van zijn recht als zijnde God. And I just marvel at how God understands children. En ik sta verwonderd over hoe de Heere God kinderen begrijpt. Because he knows that when he says to them, children, obey your parents in the Lord. Want hij weet dat wanneer hij tegen hen zegt, kinderen, wees uw ouders gehoorzaam in de Heere. They're going to say, why? Dat ze zullen zeggen, waarom dan? And look at the answer he gives them. En kijk dan eens naar het antwoord dat hij hen geeft. It's right. Omdat het recht is. Well, why is it right? Maar waarom is het recht dan? Because I said so. Omdat ik het heb gezegd.
And with God, that's good enough. En als het om God gaat, is dat meer dan genoeg. He doesn't have to give you an explanation. God is ons niet een uitleg verschuldigd. Who are you to answer back to God? Wie zijn wij om tegen God in te gaan? Does not the potter have right over the pot that he's created out of clay? Heeft de pottenbakker niet het recht over de pot die hij geformeerd heeft uit de klei? You see, we live in a, at least in America, my culture is a culture of always fighting against authority. Mijn eigen cultuur in Amerika is een cultuur van altijd tegen gezag ingaan. Back in the 60s, there was this very famous saying on all the shirts, question authority. In de jaren 60 waren er die t-shirts en daar stond op gezag in twijfel trekken. Now we ought to question the authority of men. Nou, we mogen het gezag van mensen best in twijfel trekken. But most people do that just to find a way to keep from obeying authority. Maar de meeste mensen die doen dat alleen maar omdat ze heel graag een uitweg vinden om niet aan gezag gehoorzaam te hoeven zijn. But there's no need to question the authority of God. Maar er is geen enkele reden om Gods gezag in twijfel te trekken. Honor your father and mother. Eer je vader en je moeder. Now it doesn't mean just to obey them. Dat betekent niet alleen om hen te gehoorzamen. It means to treat them in such a way that everyone sees you esteem them as highly valued. Maar dat betekent dat je ze op zo'n wijze behandelt dat iedereen kan zien dat je hen hoog acht. Does that describe your relationship with your parents? Is dat een beschrijving van jouw relatie met je ouders? If someone was observing the way you treat your parents, would they say, this child esteems his parents as more valuable than anything else in the world? Als iemand jou zou gadeslaan en zou kijken naar hoe jij met je ouders omgaat, zouden ze dan zeggen, deze zoon, deze dochter, die houdt zijn ouders hoog? Here's another thing about raising children, parents. En hier is iets anders over de opvoeding van kinderen voor ouders. If I tell my son to clean up his toys. Als ik mijn kind leer om zijn speelgoed op te ruimen. And he goes, en hij reageert zo. And he turns around immediately and begins to clean up his toys. En hij keert zich om en hij begint zijn speelgoed op te ruimen. He has disobeyed. Dan is hij ongehoorzaam. He has not honored his father. Dan heeft hij zijn vader niet geëerd. He is showing the attitude of his heart. Zijn houding toont zijn hartsgesteldheid. I don't want to obey. En die zegt, ik wil niet gehoorzamen. I don't think I ought to obey. Ik ben niet van mening dat ik behoor te gehoorzamen. But I'm gonna do it because you're bigger than me. Maar ik ga het doen omdat je toch sterker bent dan ik. That's not obedience. Maar dat is geen gehoorzaamheid. And so you not only discipline for disobedience. You discipline for unbiblical attitudes. Dus je tuchtigt je kind niet alleen vanwege ongehoorzaamheid, maar ook vanwege verkeerde houdingen. Now I know what you're all dying to find out. Nou, ik weet waar u naar snakt om daarachter te komen. How does he discipline his kids? Hoe tuchtigt hij zijn kinderen? Well, that's another conference. Nou, daar moeten we een andere conferentie voor beleggen. But I will say this. Maar dit zal ik u delen. It is real discipline. Het is echt een vorm van bestraffing. And my children are about the happiest children you'll ever meet in your life. En mijn kinderen zijn de gelukkigste kinderen die je in deze wereld kan tegenkomen. One last thing I want to say. Did you notice that in Ephesians chapter 6 it gives a promise to children who obey? Het laatste, weet u dat er in Efeziërs 6 ook heel duidelijk een belofte staat voor kinderen die gehoorzaam zijn? That it may be well with you and that you may live a long life on the earth. Opdat het u wel gaat en dat gij lang leeft op de aarde. I used to work with street people when I was in seminary. Toen ik op een theologische opleiding zat, ging ik veel om met mensen van de straat. And I even lived with them for a while. Ik heb een tijdje zelfs onder hen gewoond. And one day me and a friend just started talking to many, many of the street people with one question. En op een dag gebeurde het dat vrienden van mij en ik zelf
met heel veel mensen van de straat in gesprek waren over één vraag. What was your relationship with your parents? Wat was jouw relatie, jouw verhouding tot je ouders? And most of them said I was very rebellious. Almost all of them. De meeste van deze straatmensen die zeiden ik was heel opstandig jegens mijn ouders. If you rebel against the primary authority in your life. Als je in opstand komt tegen het belangrijkste gezag in jouw leven. It will not be hard for you to rebel against all the other authorities in your life. Dan zal het daarna ook niet meer zo moeilijk zijn om in opstand te komen tegen alle andere vormen van gezag in je leven. And young lady, listen to me. Jonge dames, luister naar mij. If you're interested in a boy, als je geïnteresseerd bent in een jongen, and you think he might make a good husband, en je denkt misschien dat hij een goede man zou kunnen zijn, secretly observe how he honors his mother. Dan moet je eigenlijk in het verborgen moet je er dus op letten hoe hij met zijn moeder omgaat. Because if he does not honor his mother, he will not honor you. Want als hij geen respect toont voor zijn moeder, dan zal hij waarschijnlijk ook geen respect tonen voor jou. But you say, oh, he does respect me. Maar dan zeg je misschien, ja, maar hij gaat wel respectvol met me om. Just wait till he gets that ring around your finger. Maar wacht even, maar dan moet je wachten totdat die ring om je vinger zit. And young man, if you're looking at a girl, ask yourself, how does she honor her father? En jonge man, als jij je oog hebt laten vallen op een jonge dame, dan moet je je die vraag stellen, hoe gaat zij om met haar vader? Because if she does not honor him, she will not honor you. Want als zij haar vader niet eert, is de kans groot dat ze ook jou niet zal eren. Oh, at first she'll look really sweet. In het begin ziet ze er misschien heel liefelijk uit. But soon as she marries you, she turns into a female version of King Kong. Maar zodra ze met jou getrouwd is, zal ze transformeren in een vrouwelijke King Kong. Now remember, I'm an American and I lack culture, so nou, just bear with me. Je moet begrijpen, ik ben een Amerikaan en ik heb een groot gebrek aan beschaving, dus u moet geduld met mij hebben. Now, I know we've spent a lot of time here and maybe the next meeting we're just going to have to continue all this because it's so important. Nou, ik weet dat we hier heel veel tijd aan hebben besteed en misschien moeten we hier de volgende samenkomst op verder gaan omdat het heel belangrijk is. In the time I have left, I want to introduce the heresy of recreational dating. Oké, in de tijd die vanmiddag nog rest, wil ik tot jullie spreken over de dwaalleer van het recreatief afspraakjes met elkaar maken. You say, what on earth is that? Wat is dat? It's what most of you are doing. Dat is wat velen van jullie doen. I see, you know, a young boy and girl who are dating. Ik zie een jongen en een meisje die met elkaar omgaan. And I mean they're, well, I won't use that as an example, but let's say they're 20 years old. Nou, stel je voor, ze zijn 20 jaar oud. And I go up to the young guy and I say, so you've been praying about this girl. Dus ik ga naar die jongen toe en ik zeg tegen hem, dus je hebt de Heere gebeden voor dit meisje. And since you're with her, I guess God's really confirmed that this is the girl you're supposed to marry. En nu ik zie dat je met haar omgaat, neem ik aan dat de Heere jou heeft bevestigd dat dit het meisje is met wie je zult trouwen. And he goes, no. En hij zegt, nou, niet bepaald. I'm 20 years old. Ik ben 20 jaar oud. I'm not going to get married yet. I'm not even thinking about that. Ik ga echt nog niet zo snel trouwen. Daar denk ik nog helemaal niet aan. I said, then what are you doing? En zeg ik tegen hem, wat ben je dan aan het doen? Well, I like to be with her. Nou, ik vind het leuk om met haar om te gaan. I have a good time with her. En een goede tijd met haar te hebben. And we can share things together. En we kunnen dingen met elkaar delen. And I say, okay, let me see if I'm understanding you. En dan zeg ik tegen hem, nou, okay, ik wil graag zien of ik je goed begrijp. You are using her to receive all the benefits of marriage with a woman without making any commitment to her. Je gebruikt haar om gebruik te kunnen maken van alle lusten van het huwelijk zonder dat je je aan haar wilt toewijden. Do you see the problem?
Zie je het probleem? The Bible does not talk that way. Zo spreekt de Bijbel niet over verkering. You're with her because you can experience something of a relationship with a woman, even though you have no intention whatsoever to make a lifelong commitment to her. Het kan dus zo zijn dat je met een meisje omgaat om te genieten van de omgang met iemand van het andere geslacht, zonder dat je op geen enkele wijze van plan bent om je aan haar te gaan toewijden. Young guy walks into my office one time. Jonge man die komt een keer mijn werkkamer binnen. And he said, I am in love. En die zegt tegen mij, ik ben verliefd. Now the first anytime some young guy walks into my office with that look on his face and he says, I am in love. Maar elke keer als een jonge man mijn kantoor binnenloopt met die grijns in zijn ogen op zijn gezicht en zegt ik ben verliefd. I just say, son, sit down. Dan zeg ik tegen hem, jongen, ga zitten. What do you mean? Wat bedoel je? Well, I'm in love. Ik ben verliefd. Well, what do you mean? Wat bedoel je daarmee? Well, you know, every time I just love being with her. Nou, ik vind het erg spannend om met haar samen te zijn. She's beautiful. Ze is heel mooi. We can talk. We kunnen samen praten. She meets my needs. Ze vervult mijn behoeften. I just love her. Ik hou van haar. And I say, okay, let me see if I understand you. En dan zeg ik tegen hem, okay, begrijp ik je goed? You want to marry her because she meets all your selfish, self-centered wants and desires. Dus jij wil graag met haar trouwen omdat zij in staat is om al jouw verlangens en jouw op jezelf gerichte behoeften te vervullen. And he says, no, that's not what I mean. Dan zegt hij, nee, dat bedoel ik helemaal niet. And I said, but young man, that's what you said. Maar jongeman, dat is net wat je tegen me hebt gezegd. You want to marry her because you like being with her. Je wil met haar trouwen omdat je het leuk vindt om met haar te zijn. What happens when you don't like being with her one day? En hoe zal het dan zijn als je het straks niet meer zo leuk vindt om met haar te zijn? What happens when someone else comes around and they will that appears that you would like to be with them even more? En wat zal er dan gebeuren als er straks iemand anders langs komt? Waarvan je dan de gedachte en het gevoel krijgt, het is nog leuker om met haar samen te zijn. And you want to marry her because she's beautiful. Je wil met haar trouwen omdat ze mooi is. What happens if she's not beautiful anymore? En hoe zal het dan zijn als ze straks niet meer zo mooi is? Or what happens if someone else comes along that is more beautiful? Of wat zal er gebeuren als iemand anders langskomt die nog mooier is? You want to marry her because you can talk and you're compatible. Je wil met haar trouwen omdat je samen kan praten en dat je in elkaar past. Bij elkaar past. What's going to happen when someone else comes along that you can talk with even more and you're more compatible? En wat gebeurt er dan als er iemand anders langskomt met wie je nog beter kan praten en bij wie je nog beter past? Do you see how most relationships start off completely wrong and completely unbiblical? Zie je hoe heel veel relaties eigenlijk op een hele verkeerde wijze beginnen? And when they fall apart, en als die dan uit elkaar vallen, we can't figure out why. En dan vragen we ons af waarom. Because they were wrong from the very beginning. Omdat het van het begin af aan eigenlijk niet goed is begonnen. I hope you were listening when I taught on marriage yesterday. Ik hoop dat u mij gehoord hebt toen ik gisteren over het huwelijk heb gesproken. At its most foundational point, marriage is a commitment. Het meest basale wat we kunnen zeggen over het huwelijk is dat het huwelijk een toewijding is. A commitment to God. Een toewijding aan God. God has called me to lay down my life for one of his daughters. God heeft mij geroepen dat ik mijn leven afleg voor een van zijn dochters. No matter what happens, that commitment is unchangeable and irrevocable. Wat er ook gebeurt, die toewijding die ik heb gedaan, die kan niet worden teruggedraaid en is niet te veranderen. There are many other pleasures and wonders about marriage. Er zijn heel veel andere hele fijne dingen en wonderlijke dingen ten aanzien van het huwelijk. Which we do not have time to discuss. En daar hebben we geen tijd voor om daarover te spreken. But you must see that the foundation of marriage is a divine commitment to God. Maar je moet zien dat de grondslag voor het huwelijk is een toewijding aan de Heere God. Now another thing about dating. Iets anders ten aanzien van verkering. Do you realize that it's a recent phenomenon? Ben je ervan bewust dat verkering eigenlijk alleen iets is van de laatste tijd? In the West.
in de westerse wereld. Throughout most of human history, it did not exist. Het grootste gedeelte van de menselijke geschiedenis bestond verkering eigenlijk helemaal niet. It was not the way in the nation of Israel. Dat was niet de wijze waarop het in Israël eraan toe ging. It wasn't necessarily the way of the early church. En zo was het ook niet in de vroege gemeente. And it hasn't been the way of most of culture throughout history. En gedurende de hele geschiedenis is het niet zo geweest in de meeste culturen. But we think it's absolutely essential. Maar wij denken dat het heel belangrijk is. If you don't date around a whole bunch of people, how are you going to know who you should marry? Als je niet verkering hebt met een x aantal mensen, hoe weet je dan met wie je zult kunnen en gaan trouwen? Or as girls always tell my wife, you've got to kiss a lot of frogs before you find your prince. Zoals mijn vrouw altijd tegen meisjes zegt, je moet een heleboel kikkers kussen voordat je erachter komt dat je een prins hebt gevonden. But that's not true. Maar zo is het helemaal niet. God created Eve. De Heere God heeft Eva geschapen. And brought her to Adam. En hij heeft haar naar Adam toegeleid. He didn't bring like four different girls. Hij heeft niet vier verschillende meisjes naar hem toegebracht. And say, okay, Adam, it's multiple choice. Okay, Adam, het is nu multiple choice. Or try this model for a while. Of probeer dit model eens uit. And when you don't like the yellow car, try the red one. En als je die gele auto niet zo lekker vindt te rijden, neem dan die andere auto. But that's the way most Christians deal with their relationships. En toch is dat wel de wijze waarop veel christenen omgaan met verkering en relaties. I don't know how it is here in Holland, but I do know how it is in the United States. Ik weet niet precies hoe het hier in Nederland is, ik weet wel hoe het is in de Verenigde Staten. Among those people who consider themselves Christian. Onder hen die zichzelf christen beschouwen. Most young people have entered into five major relationships with someone of the opposite sex before they get married. De meeste van de jongere mensen die trouwen in de Verenigde Staten hebben daarvoor met gemiddeld vijf anderen een relatie gehad. Vijf anderen van het tegenovergestelde geslacht voordat ze trouwen. Even if they have not been physically involved, ook als ze niet seksuele gemeenschap hebben gehad, those relationships have bound those hearts together. Toch hebben die relaties die harten aan elkaar gebonden. It does not just take sex to bring two hearts together. Het is niet alleen door middel van seksuele gemeenschap dat twee harten aan elkaar verbonden raken. Emotional sharing creates a bond. Maar ook op een emoties met elkaar delen, dat creëert ook een band met elkaar. And so on their wedding day. Dus als ze dan trouwen. The person standing up there have already given four or five parts of their heart away. De mensen die daar dan staan hebben over het algemeen al vier of vijf delen van hun hart weggegeven. And they'll never get it back. En dat zullen ze nooit terugkrijgen. And it will affect their marriage. En het zal invloed hebben op hun huwelijk. Now let me share something before I go on because I don't want to miss this point. Nou, ik wil nog één ding delen, want ik vind het belangrijk dat u dit niet mist. And it's serious. En dit is ook belangrijk. Most young people who are dating. De meeste jonge mensen die verkering aangaan. Believe that as long as they have not had intercourse, they are pure. Die zijn van mening dat zolang ze niet met elkaar naar bed zijn gegaan, dat ze dan rein zijn. You can do almost anything up to that point and you're still pure. Je kunt bijna alles doen, behalve dat ene, en nog steeds helemaal rein zijn. That is one of the biggest lies out there today. Dat is een van de grootste leugens vandaag de dag. It doesn't take intercourse to lose your purity. Het is niet zo dat je je reinheid alleen maar verliest door seksuele gemeenschap. And to ruin your future marriage. En je toekomstige huwelijk schade aan te brengen. And you need to know that. En daar moet je je van bewust zijn. And you need to believe it. En daar moet je ook van overtuigd raken. Then why do people date if they're not serious about marriage? Hoe is het dan dat veel mensen wel verkering aangaan zonder dat ze überhaupt denken aan het huwelijk? Here's a few reasons. Een aantal redenen zijn deze.
to satisfy the lust of their flesh. Om de begeerten van hun vlees gewoon te vervullen. Immorality and entertainment. Immoraliteit en genot. A person who has entered into a dating relationship with you with no intention of marriage. Als iemand met jou verkering is aangegaan zonder dat hij überhaupt denkt aan de mogelijkheid om met je te trouwen. Is using you for entertainment. Die persoon die gebruikt jou eigenlijk alleen maar voor zijn eigen entertainment. But there's also another reason. Er is een andere reden. To satisfy genuine passions that may even be biblical. Om bepaalde verlangens te vervullen, verlangens die zelfs bijbels zijn. But without the sacrificial demands of commitment. Maar zonder de verplichtingen die ook offers met zich meebrengen. Now you may think that this illustration is somewhat extreme, but it teaches the truth. Misschien denk je dat de volgende vergelijking een beetje extreem is, maar de waarheid komt daardoor wel naar voren. I knew these two girls, young girls, 15, 16, that were very godly girls. Ik moet denken aan twee meisjes, 15, 16 jaar oud, die de Heere van harte lief hadden. And their grandparents died and there was the funeral. En hun grootouders stierven en daar was toen de begrafenis. And the girls were still in the church and all the young men from the church were standing outside. En die twee meisjes bevonden zich nog in de kerk en alle jonge mannen van die kerk die stonden buiten de kerk. 15, 16, 17. 15, 16, 17 years old. Jaar oud. And the girls came out of the church weeping. En die twee meisjes die kwamen de kerk uit huilende. And they came over to the youth group. En ze liepen naar de jeugdgroep toe. And some of the young guys walked over to them. En sommige van die jonge jongens die liepen naar die meisjes toe. You know, kind of like men. Een beetje macho. Put their arm around them. En die deden hun arm om die meisjes heen. Said, that's all right. En die zeiden tegen hun, het gaat wel. Ik wil er voor je zijn. Just lay your head on my shoulder. Leg je hoofd maar op mijn schouder. And I just watched. En ik zag dat gebeuren. And when those young girls walked away. En toen die meisjes wegliepen, I called those young boys over to me. Heb ik die jongens gevraagd om naar me toe te komen. And I said, who do you think you are? En ik zei tegen hen, wie denken jullie dat je bent? They said, well, we're just trying to comfort. Toen zeiden ze, we probeerden hen alleen te vertroosten. I said, no, no, you're not. Toen zei ik, nee, dat geloof ik niet. Not only are you giving, you're receiving. Je wilde niet alleen geven, je wilde ook iets voor jezelf meemaken. You're playing the part of the man. Je speelt alsof je echtgenoot bent. It is not your place. Maar dat is niet je plek. It is the place of their father. Dat behoort hun vader te doen. And not you. En niet jullie. You have no right to create such a bond. Je hebt er geen recht op om op die wijze zo'n band met die meisjes aan te gaan. To lead those young girls astray. En zelfs met wat je hebt gedaan, ben je bezig geweest om die meisjes van het rechte pad te doen afdwalen. You are not an authority in their lives. Jullie hebben helemaal geen gezag in hun leven. Their father is. Hun vader wel. It is not your place biblically to comfort them that way. De Bijbel zegt niet dat het jullie plaats en verantwoordelijkheid is om hen zo te troosten. It is the place of their father, their mother, their brother. Maar wel de verantwoordelijkheid van vader, moeder en broers en zussen. But not you. Maar niet die van jullie. If you want, send a card. Als je wel hen wil vertroosten, stuur dan gewoon een kaartje. Stand at a distance and tell them you're praying for them. Blijf op afstand staan en zeg tegen hen, ik bid voor je. But don't play the man when you're not their man. Maar ga niet spelen alsof je hun echtgenoot bent, als dat helemaal niet zo is. Now some of you think that's very radical. Nou, sommige van jullie zeggen, dat is wel erg radicaal. But it's only because you've been so twisted by your own modern culture. Maar dat komt omdat we allemaal zo door die cultuur om ons heen zijn beïnvloed. A young man, according to scripture, has no right to violate the authority of a father in the life of a daughter. De Bijbel zegt dat een jonge man niet het recht heeft om het gezag van een vader in het leven over het leven van zijn dochter om dat te ondermijnen.
And I'm going to show you that in the next study. En in de volgende lezing zal ik jullie dat laten zien. Now let me give you two more reasons why there is dating. Nou, nog twee andere redenen waarom verkering zoveel voorkomt. A consumer mentality. Een consumentenmentaliteit. To test drive several models before making a purchase. Om een testrit te doen met verschillende modellen voordat je iets aankoopt. And it demonstrates that you're in this relationship for you. En het laat zien dat je zo'n relatie aangaat alleen maar voor jezelf. And finally, probably the main reason, at least among those who are sincerely Christian. En de hoofdreden is waarschijnlijk dit, in het bijzonder onder hen die echt christen zijn. It is the result of ignorance. Het is het gevolg van onwetendheid. Now, ignorance does not mean that someone is not able to learn. Nou, onwetendheid betekent niet dat iemand niet in staat is om te leren. The ignorance is the result of these things are no longer taught anymore. Maar de onwetendheid is het gevolg daarvan dat over deze dingen meestal niet meer wordt gesproken. Some of you have been in church all your life and you've never heard any of the things I have just taught on. Sommige van jullie zitten al je leven lang in de kerk, maar je hebt nog nooit de dingen gehoord die ik vanmiddag tegen jullie heb gezegd. Now do you wonder why we have so many problems? Nou, vraag je je nog steeds af waarom er zo vaak problemen zijn op dit gebied? Now, I know that already some of you have probably said, I think that guy's crazy. Nou, ik weet dat sommigen van jullie waarschijnlijk nu al hebben gezegd, ja, deze man is wel een beetje buiten zijn verstand. That's okay, I've had worse things said nou, about me. Okay, dat kan ik hebben, er zijn wel ergere dingen over mij gezegd. But isn't it true that the wisdom of God appears to be foolishness to the world? Maar is het niet waar dat de wijsheid Gods dwaasheid lijkt te zijn voor de wereld? And if what I am saying is so crazy and the world is so right. En als wat ik zeg helemaal dwaas is en wat de wereld zegt dat juist zou zijn. Then why does the world have so many problems? Waarom heeft de wereld dan zoveel problemen? Why are marriages breaking up all over the place? Waarom gaan zoveel huwelijken stuk? Why do young couples, even in the church, fall into immorality? Waarom zijn er zoveel jonge stellen, ook in de kerken, in de christelijke kerk, die toch vallen in onzedelijkheid? Why is there a loss of honor and respect in relationships? Waarom is er zoveel verlies van eer en respect in relaties? I want you to think about that during the break and then we'll come back and I'll teach you again. Ik wil jullie vragen om daarover na te denken tijdens de pauze en dan gaan we terugkomen om daar verder over door te praten.